Het Nijenberg hier is een prachtige, zwaarge accommodatie. Dat meisje niet zwaarig nodig hebben, zou grut mogelijk zelfstandig iets genietje. Je wonder dus dat de VVD Friesland minister Blokkerik hier uitnodigen om te praten over de zwaarig in het ween in de toekomst. Als het gaat om ouderen, denk ik dat we aan het begin staan van een enorme overgang naar wonen zoals je dat zelf wilt. Nou, natuurlijk naar je gezondheid dat toelaat. In plaats van dat we centraal zeggen, u moet naar het bejaardentehuis. En ik denk dat een goede ontwikkeling is. De nije zwaarig in het nije ween smieten al jaar nije namen op. Zoals bij gelijks hier ween, woon altijd ween en generatiehuizen. Ween je, zat meesken wollen. Net alleen als je jong binnen, maar ik als je minder worden. Iedere generatie of iedere doelgroep vraagt om een eigen omgeving. En eigenlijk, als we het over senioren hebben, je hebt het over 50-plussers, die vragen om een andere omgeving en om een andere woonlocatie dan eigenlijk de 70 of de 80-plussers. Bergien beziek het om zwaar geen contact met het dorp te integreren, zaak geld binnen te helpen. Zij is er een winkeltje, een kapper en een café, zodat meesken binnenkomen. Deze maand hebben we Italiaans buffet. En nou, het waar straks weer wat mooier, dan loeken we het terras direct bij en dan hebben ze even een barbecue. En zo bezieken we alles hier wel wat te krijgen. Uiteindelijk valt het naar je ween bij de vraag of het al je betellen worden kan. Bij Bergiem is dat nog net wis. Het vraagt ondernemerschap, het vraagt ook inzicht in de juiste mensen op de juiste plek instellen. Zowel als het gaat om personeel en als het gaat om onze cliënten. Dus wij moeten heel goed kijken naar de financierbaarheid van de zorg en welke mensen wij hier kunnen huisvesten.